Nee, doe nou niet. Hé, hey, ik heb slecht nieuws, hè. Zal ik eens wat slecht nieuws vertellen? Nou. Alle Train to Last worden gedemonetized. Want? Ja, ik weet niet. Van jou of in het algemeen? Nee, van mij. Ja, ik denk ook dat omdat er met ziektes gescholden wordt. Dus dat gaan we niet meer in. Allemaal toch in één keer, allemaal? Ja, allemaal. En nu elk nieuw druk al meteen weer. Maar dan hebben mensen zitten snitchen. Ja, mensen. Heb je nou zitten snitchen? Waarom zo, doe zoals je zoals iemand die in de huiskamer kijkt en zo'n vieze koermoeder zat mee te ja, krijgen. vieze koermoeder. Bianca. Bianca! Ja. Maar je krijgt ook wel geen inkomsten op gym. Nee, ook. Nee, dus je laatste. Van de laatste, maat, van de laatste drie video's heb ik één video met inkomsten, dus dat was helemaal niks. Mensen, vandaag gaan we weer verboden lachen. Ben je er klaar voor? 15 minuten puur plezier weer hier, hoor. Weer een nieuwe van Postaat Kalifaat. Hartstikke leuk, hartstikke aardig, hartstikke leuk. Klopt, en het was gewoon soms niet met combineren. Ook al heb ik wel gewoon heel vaak wel met gevlogd. Maar, nou, zoals heel veel van jullie waarschijnlijk al aan hebben zien komen, dit is gewoon de FBI. Zijn wij samen. Ladies and gentlemen, we got him. Dit is helemaal niet leuk, dit is echt de sal uit me. Deze ken ik al. Dit is de vorige keer al gezien. Ja. Die voerkam. Die van mij lijkt gewoon best wel echt. Van jou echt niet. Jij hebt geen tanden. Dat heb ik ook niet, kijk. Oh ja, ja, nu lijkt het wel. Maar deze hebben we allemaal al 10 keer gezien. Ik ga niet weer hier om lachen, ik heb dit zeker al gezien. Ja, ik ook. Ja, Marker's Hopie is wel leuk. Dit ken ik ook al. Ja, maar deze! Hij ligt wel goed, zie je achter Mario. Ja. Rechts onderin. Ja, deze ken ik ook al. Echt? Ja. Ik ken het nog niet hoor. Ik was net aan het praten, man! What the fuck? What the fuck? Nee! Wat is dit? Ik vind het gewoon leuk. Yes! Ik snap dit gewoon niet. Moeder probeert contact te leggen met haar gaan zien. En dan ja. 6 razende mensen. Ik zit erin, hoor! Ik zit erin! Ik zit erin, hoor! Dit zie je niet elke dag. Een agent aan het gamen. Gewoon met zijn politiepak nog aan. Hey, ik hoorde je niet aan meneer de agent. Ik zou je wild trekken ofzo. Ik wil weg hier. Ik zie mijn eerste pot en ik word al in mijn kont gevolgd. Heb je niet al gezien? Ja, ik heb een gevoel van wel. Woe! Maar sommigen ook niet. Ik vind het heel raar. Dit is... Oh, wel, dit heeft wel deze al gezien. Nee, dat kan nog niet. Mij niet hoor. Ja, nee, we hebben deze nog niet gezien. Punt. Nou, dan kijken we door. Hoe heb ik dit gewonnen? Nee joh! Heb ik u legit? We hebben het wel gezien, nee toch? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dit is nep, dit kan niet. Dit kan niet eens. Ik straal toch een eind niet. Dit slaat helemaal nergens op. Jongens, ik ben fucking erg in paniek. Je moet nagaan, jongens. Jongens, dat is dit het laatste filmpje van mij, zoals je moet zien. Je weet zelf, bro, en niet het toch? Thanks, dat ik bro. Ja, man, bro. En Gerard zien de bestuurder van een bloedsnelle Audi RS naderen. Wow. Zal ik de kijkers een verhaal vertellen? Ik zat dus in de auto. Ja, dit verhaal kan ik maar vertellen. Mensen, ik zat in de auto, ik denk een paar weken terug met gewoon een sletje naast me. Dat was mijn vriendin, anders krijg ik een klap. In ieder geval, ik rijd dus en opeens, ik zit te rijden. Voor mij, echt, nou ja, de auto voor mij, ik zie ze hard op elkaar rijden. En ik zie helemaal die auto doenk tegenaan, er komt allemaal soorten stof omhoog. En je ziet gewoon dat, en je ziet gewoon de auto's stuk voor stuk zo doenk, 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 doenk. Zo op elkaar rijden. En ik zit erachter, dus ik ga vol op de rem, meteen. Ik doe gelijk mijn gevaarlicht aan, terwijl ik aan het remmen ben. Want... Doenk zo hoog naar voren. Nee, hoezo? Met één hand remmen. En nou, met die andere hand? Ik remde zo, ik dacht, als ik nu meteen ga stilstaan... Als ik nu ga stilstaan, dan klap die auto achter me om. Dus ik dacht, ik moet een klein beetje ruimte geven. Dus ik rem, laat het een beetje los, rem weer. Op een gegeven moment sta ik stil. Alleen dan is het eng, je staat op de snelheid stil. Dus je denkt van, nou, als er nu een vrachtwagen aankomt, dan ben je eraan. Maar gelukkig reed ik aan de linkerkant. Kon je er niet omheen rennen? Nee, dat was druk, dat was druk. Er was geen rustloos links. Dus ik rem, en die auto achter mij remt ook. Dus ik denk, oké, dan is het nog even bang of er dan daarachter nog één komt. Maar dat was niet. En toen stonden we stil, en die auto achter stond ook stil. En 3 seconden later ineens, doek. Kan ineens die gast die achter me zat, die reed nog tegen me aan. Want die was dan blijkbaar zo geschrokken en liet alsnog zijn rem los. Ja. Dus ik stap uit, ik zie hem zo tegen mijn auto aanstaan. En als ik hem nog niet naar achteren ga, dan rijdt hij naar achteren. Zie ik gewoon die vorm van zijn kenteken plaatsen in mijn bumper. Ik was bijna dood, mensen. Dat is enige schade, toch? Ja, hier, ik zal eens laten zien aan de mensen. Foto komt nu in beeld, moet je kijken, ongelooflijk. Maar er waren 6 auto's, er stond uiteindelijk 1,5 uur file daar. Ik heb een leuke sticker gestuurd nog. Oh ja, van helaas zijn geen gewonnen. Er is vanmiddag een ongeluk gebeurd op de A5. Een 20-jarige YouTuber sneed hier namelijk een vrachtwagen. Er zijn helaas geen gewonnen gevallen. Well, eindelijk, die heb ik al 4 jaar wachten. 4 jaar wachten. Had je hem net even toegemaakt? Ik heb hem toen snel gemaakt. Ja. Maar mensen, ik was dus bijna dood. Dus doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dat je blij bent dat ik nog leef. Nee, ik niet. Ja, fuck jou. Ik spit hier nat, hè? Dit is zo mooi. Come on, then.
Ik ga wel even... Oh ja! Nou is vet! Tomaten voorbij kletsen, voorbij ballen, gewoon goeie shit! Oh, help! Is dit herkenbaar of zo? Ja, vind je wel niet? Nee. Als je echt ver in het buitenland bent, dan is het wel leuk als je in Nederland tegenkomt. Ja, oké. Okay. Vakantie, dan meestal kom je best wel gewoon veel tegen. Dat is wel altijd dat je denkt van, hé, Nederlander. Ja. Zeg je dat nou? Ja, wel. Krijg dus een heel grappig pakketje. Fijn. Die gaan zo hard. Dit kreeg ik, hè. Zit dus een soort koekje in. Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag doen we de niet stoppen race 2.0. Met een tractor, ja. Met een tractor. Oké, ik heb al een vermoeden waar het heen gaat. Godverdomme, al die onbekende griepnummers. Ik ben een jongen, ik val op meisjes, dat noemen ze een hetero. Dit is ook zo raar. Hij is een jongen, hij valt op jongens, dat noemen ze een ongelofelijke griepnummer. Gaat er gewoon even op, weet je. Jezus, hoe... Ik kan ook gewoon compleet geen kracht zetten, omdat anders de pokkerding gewoon afbreekt. Tyfus. Hier word ik dan weer heel narig van. Dan ben ik zo leuk bezig. Wat zet hier en dan krijg ik uiteindelijk gewoon die kutpoten hier. Godgroeiende. Wat doet hij ook? Dit misselijk maken... Stop ermee, dit vind ik dan zo zonde. Ik betaal die godverdomme wat. 20 euro voor gewoon 20 euro. Nou, we beginnen met vraag 1. Oké. Okay. Hallo Don, wil je dood? Groetjes Isa. Ja, het oppervlakkige antwoord is natuurlijk ja, tuurlijk wel. Maar het heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Volgende vraag maar. Zou je anale seks willen hebben? Ik weet niet wanneer ik het zou willen hebben, maar ja, zou ik best willen hebben. Lijkt leuk. Ja. Met Lotte. Ja, waarom niet? Nee. Huh, de kat in. Normaal gooi je rugzak echt gewoon op je rug, maar dat doe ik nu maar niet. Nee, dat is niet zo nice. Meneer, in zijn kleine kleinste jam merk van een peperleger over wordt en je opeens een Indische bedrijf hebt gebeld. Hoe dan? Hoe kan dat? Wat? Mijn spel liep vast! Er was niks aan de hand, hij loopt ineens vast! Ik moet alleen fucking nodig sassen. Maar ik weet niet precies waar de wc is. Weet jij waar de wc is? Laat je me zien. Ik wil nu samen spelen, zodat jij mij weer kan carryen. Ik ben echt hier. En als dan de hele tijd dit soort shit gebeurt! Griep. Nu ben je nat. Hij houdt me als babytje vast. Wie gaat er ook mee nat worden? Yo, leave her alone. Leuk! Matt, dankjewel. Ik heb verloren deze keer. We hebben te veel al gezien. Ja, inderdaad. We hebben nieuwe memes nodig. Mensen, join mijn Discord. En dan komt er een meme ding. En post daar je meme compilatie in. Als ik hem gebruik, dan ben je top. Nee, dat is niet dat. Dat moet jij dan gaan doen. Maar mensen, bedankt voor het kijken. De groeten. En tot de volgende keer. Aju paraplu. Regen in de week. Week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier.